ik bij Weken ga, in de kerstvakantie, Jabbeek Museum. Want bij zo'n model als Tom moet je dat een beetje flink aanpakken. Moet je het een beetje donkerduwen, een beetje krachtig. Dus hier met de contrasten, waar de lijnen van al die buikvloer, ze zijn er wel, maar ze zijn nogal, je begint ze een beetje te tellen. Hè? Ze gaan doorgezakt, dat echte zitten. Hè? Ja, zeker. Je pakt dat krijt en je zet het plat op. En een stuk prop papier die je er gewoon ook doorheen veegt. Ja, dat is heel mooi. Ja, dus ze is moeten gaan vegen. En ze is naar grote lijnen, grote gebaren gaan kijken. En op een gegeven moment heeft ze dan zelf een klein beetje terug. Dus nu denk ik dat je bent. Dag Sylvia, ja, raden. Dus, ik viel net binnen terwijl je nog cursus stond te geven. Of je was hem eigenlijk net aan het afronden. Ja. En je ging de werken van de cursisten ging je belichten. Wat voor cursus geef jij precies hier? Ik geef de cursus model en portret tekenen. En dat geef ik al voor 23 jaar. Altijd hier gedaan? Altijd hierboven in het gebouw, ja. Vroeger ook op kinderatelier, maar altijd modelportret. Ja, en voor de duidelijkheid, we zijn in de Kuiperspoort, een bekende straat in Middelburg. Maar niet alle gebouwen zijn bekend. En dit gebouw is eigendom van de gemeente? Of? Ja, eigendom van de gemeente al 35 jaar, altijd al van de gemeente. En daar komen we gelijk bij het probleem, want ik bemoei me normaal niet zoveel met politiek. Dit is natuurlijk wel een beetje politiek, maar... Ja, we staan voor het feit dat het, wat de gemeente betreft, 31 december gesloten zou worden. En dat we de sleutels moeten inleveren. Ze willen het pand verkopen en appartementen of iets dergelijks gaan maken. In ieder geval commercieel verkopen, dat veel geld oplevert. Ja. Maar wij geven les aan 175 burgers per week. En we zouden graag hier blijven. Omdat nergens anders in Middelburg zodanige ruimte is waar we alle faciliteiten kunnen aanbieden. Nee, ja, er zijn misschien wel ruimtes, alleen die ruimtes die krijgen jullie dan misschien niet. Dat is dan misschien of ze zijn vreselijk duur. Ja. Want natuurlijk de commerciële prijs kunnen we betalen. Maar het is ook natuurlijk, keramiek heeft twee grote ovens. We zitten hier met de schilders, ezels, je hebt ook die ruimte nodig. Maar nu hebben LPM en PvdA daar een motie over ingediend gisteren. Maar kunnen burgers hier ook wat aan doen? Want het is natuurlijk toch een soort oproep voor mensen, let eens op. Het zou fantastisch zijn als iedereen naar morgenavond dus naar de gemeenteraadsvergadering zou komen om 19:30. En dat we daar gewoon lekker gaan tekenen en aanwezig zijn. En belangrijk vinden dat we actieve kunstparticipatie kunnen blijven beoefenen in Middelburg. Nou, dat is een goed doel, zou ik maar zeggen. En ik zal het delen. En ik hoop oprecht voor jullie dat er een goede oplossing komt. Ja, veel succes daarmee.